die EK-liedjes. Of die WK-liedjes. Die hebben altijd zo, zo, zijn altijd zo emotioneel van toon of zo. Op de een of andere manier. Ja, van altijd. David Guetta en Sarah Larsson. Ja, altijd zo, zo, zo emotioneel van... Ah, we zijn er weer. We zijn weer begonnen. Oh, we zijn er weer. Spannend. Zo komt het over. Ja, ze van allemaal samen en zo. Terwijl die eerder van 10 jaar geleden. Dat was ook zo'n emotioneel nummer. Waka, waka. Behalve die dan, behalve die. Maar meestal is altijd als een emotionele rand aan. Ja. Waving flag. Ja, waving flag ook wel. Ja, 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 precies, ja. Ja. Ja, nou ja. We Are The People, Martin Garrix en een afgekapt deel van YouTube, Bono and the Edge. Wauw. Okay. Ja, maar echt waar. Goed, Dominique, let op. Oké. Okay. Oh. Dat was niet al net. Nou, daar ging die. Pak hem even. Ja. Ik heb een nieuwe voor... Oh, hier. Oh. De Game Changer, daar zijn we weer bij aangekomen. Ja. Vorige week hebben we dat anders gedaan dan normaal. En dat ga ik eigenlijk nu doorzetten. We hebben niet een quiz in een bepaald thema. Maar het gaat over algemene kennis. Oh, oh wat leuk. Oh, dat, inderdaad, daar heb ik iets van er voorbij zien komen. Ja, ja, en, ja. Het is allemaal 50-50. De antwoorden. Het is allemaal 50-50. Dus je hebt elke keer 50% kans om het goede antwoord te geven. Okay. Ook 50% kans om het foute antwoord te geven. We gaan het ook niet om en om doen. En ook niet onder tijdsdruk. Okay. We gaan de hele lijst afwerken. 25 vragen zijn het. Wat ik al zei, we gaan het niet om en om doen. We beginnen zo meteen bij degene die het hoogst dobbelt. Daarom heb je een dobbelsteen gekregen. Ja. Als je het antwoord goed hebt, dan blijven we bij die persoon net zo lang. Totdat je een fout antwoord geeft. En dan gaan we naar de ander. Oei, 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 oei. En vorige week werd hij gespeeld tussen Imke en Nelleke. En Imke kwam bijna niet aan de beurt. Nelleke is zoveel. Precies. Ja. Ik hoop dat het nu wat eerlijker gaat. Ik gooi ook altijd laag. Heb jij misschien een pen voor mij, Miguel? Jazeker, hier is die. Oh. Oh, sorry. Dankjewel. Even kijken. Oh. En dat allemaal op live radio en tv. Dat kan allemaal. Ja, ik kan er eigenlijk niet meer over zeggen. Zullen we maar gewoon beginnen? Ja. Dit is de Game Changer van deze week. De Him for the Weekend Game Changer. Oh, je moest nog dobbelen eigenlijk, maar ga je gang. Oh ja. Wauw. Ik heb 4. Ik heb 5. Nou, dan mag Dominique beginnen. Oké. Okay. Vraag 1. Wat voor een dier is Tom van het duo Tom en Jerry? Is dat een muis of een kat? De muis. Nee, de kat. Oh. Miguel. Ja? Lig je bij de Olympische sport rodelen op je buik of op je rug? Op je rug. Ja, dat is een puntje maar voor jou. Maar nu is het om en om. Nee, of? Nou okay. Blijf ik bij Miguel. Ja. Ik heb een antwoord gegeven. Oh, oké. Okay. Welke omroep is voortgekomen uit piratenomroep TV Noordzee? Is dat Veronica of Tros? Tros. Ja. Arr. Met welke girlband zijn Sharon Dorsen en Eva Simons bekend geworden? Treble of Ravish? Ravish. Ja. Flauw hoor, dit. Er zitten een paar vragen tussen die je kunt weten als je oplet in de uitzending. Oké. Okay. Welk bouwwerk is hoger, de Eiffeltoren of het Empire State Building? De Eiffeltoren. Nee, Empire State. Oh ja, dat klopt. Kut. Ja. Dominique, we zijn weer bij jou. Okay. Wie was de langzittende premier van Nederland ooit? Is dat Ruud Lubbers of Jan-Peter Balkenende? Jan-Peter Balkenende. Nee, Ruud Lubbers, helaas. Die ken ik niet eens. Wat veroorzaakt brandende ogen in het zwembad, Miguel? Is dat een te hoog chloorgehalte of te hoog urinegehalte? Urine. Ja. Ja. Nee. Ik had dat ooit gehoord. Maar kijk, dat zijn dus van die dingen waarom ik niet wil zwemmen. Maar daar hebben we het al lang over gehad. Oké. Okay. Ja. Okay, als je wel nog ogen hebt, moet je eruit. In 2018 was Nijmegen de groene hoofdstad van Europa. In welk land ligt dit jaar de groene hoofdstad van Europa? Is dat Italië of Finland? Finland. Ja. De stad Lahti. Oh. Helemaal goed. Volgende is ook voor jou. Welk netnummer is van een provinciehoofdstad? Is dat 073 of 020? 073. Ja, klopt. Want 020 is Amsterdam natuurlijk en is geen provinciehoofdstad. Ja, ja, ja. Ja. Op welke dag vond het laatste avondmaal van Jezus plaats? Is dat donderdag of vrijdag? Donderdag. Ja. Oh. Ik had de opties vergeten. Heilig boontje ben je ook, ja, hè? Ja, ik weet alles van Christus. Ja. Hoeveel centimeter is Lady Gaga groter dan Roel van Velsen? Is dat 10 centimeter of 3 centimeter? 10. Nee, 3. Huh? Echt? Oh, dat had ik ook niet gedacht. Okay. Oh ja, hier staat dan donderdag en vrijdag. Er is iets misgegaan. Ja. Dominique, tegen welk land heeft het Nederlands elftal afgelopen week met 2-0 gewonnen? Is dat Oostenrijk of Oekraïne?
Oh, dus zo, ik was aan het editen. Oh ja, joh. Oostenrijk. Ja, goed gegokt. Oeh. Nee, ja, net gehoord. Welke Nederlandse comedyserie is gekopieerd van de Britse serie 2.4 Children? Is dat Kees & Co. of Het Zonnetje in Huis? Kees & Co. Ja, ook weer goed. Vanaf zaterdag 26 juni mogen evenementen weer plaatsvinden. Is dat waar of niet waar? Waar? Nee, dat is niet waar. Oh. Evenementen mogen vanaf woensdag de 30ste pas weer. Hé? Ja. Miguel, wie was de allereerste sidekick van Him for the Weekend? Is dat Imke of Dominique? Imke. Ja, helemaal goed. Welk merk draagt de naam van een Griekse godin van de overwinning? Is dat Adidas of Nike? Nike. Ja, helemaal goed. Welke fruitsoort gebruikte Nick en Simon als grap wel eens als logo? Is dat een nectarine of een ananas? Een nectarine. Nee, een ananas. Want hun afkorting is NNS. NNS. Nou, whatever. Ah. Wat grappige jongens zijn het ook. Dominique, welke stad ligt noordelijker? Amsterdam of Enschede? Amsterdam. Ja, helemaal goed. Welke Nederlandse band werd succesvol nadat de zanger in 2002 zelf uit de eerste serie van Idol stapte? Is dat Twarres of Intwine? Twarres. Nee, Intwine. Helaas. Twarres, ach. Miguel, waar of niet waar? Voordat de website in de buurt bestond, had RN7 een vrijwel gelijkwaardig concept waar al snel de stekker uit is getrokken. Wat zegt het volk? Dat is waar. Ja? Ja. Ja, zeker waar. Namelijk bezoek Nijmegen. Oh. Miguel. Wat voor een soort hemellichaam is de zon? Een ster of een planeet? Een ster. Ja. Wie stond er vaker op nummer 1? Nee, sorry. Wie stond er vaker dan één keer op nummer 1 in de Nederlandse top 40? Is dat Gerard Joling of Gordon? Gerard Joling. Ja. Samen. Geen Goor. Bij welke provincie hoort het eiland Rottumeroog? Is dat Zuid-Holland of Groningen? Groningen. Ja. Wanneer is de volgende editie van het boten-evenement Sail Amsterdam? Is dat 2022 of 2025? 22. Nee, 25 was helaas. Dominique, laatste vraag voor jou. Okay. Welke culturele plek in Nijmegen zal eind dit jaar definitief de deuren sluiten? Is dat Museum het Valkhof of het hele Honecomplex? B. Honecomplex? Ja. Inderdaad, de laatste maanden zijn geteld voor het complex. Oh. Dat was de winnende vraag. Nou, ik ben goed, maar... Ja, daar hebben we wel verloren. De eindstand is 4 voor Dominique. Ja, En 13 voor Miguel. Oh, wat goed. Dat was ook ongeveer een beetje de stand van vorige week. Het ligt gewoon aan die plek daar, denk ik. Ja. Je voelt je heel zelfverzekerd en in één keer weet je alles. Behalve de nieuwsquiz. Ja, en zoals sidekick is het ook niet altijd makkelijk, hè? Nee. Zo zenuwachtig tegen. Een beetje kicken daar allemaal. Volgende keer beter, Dominique. Dan win jij gewoon. Dat beloofd. Weet ik. Maar ja, dat denk ik niet, dat weet ik. Ja, dat weet ik. Heel goed. Wat ook gebeurt, blijf gewoon altijd happy. Ja. Nou. Yeah, baby. Well, yeah. Liken en abonneren.